festivals, de lichtshow in een club of een optreden van Armin van Buuren. Voor de mensen die hier binnen bij 250k werken is het de dagelijkse kost. Want zij reizen de hele wereld over om ervoor te zorgen dat jij een toffe avond hebt. Wat ze hier precies doen, dat gaan we zien. Hoi! Hi! Grietje! Goedemorgen. Dennis, aangenaam. Hoi, wat doen jullie hier allemaal precies? We doen een hele hoop. Ja? We doen eigenlijk van alles, van festivals, clubs, ontwerpen voor artiesten, huisstijlen. Eigenlijk een heel breed scala aan dingen. En als je het hebt over ontwerpen, wat maak je dan? Wij proberen eigenlijk een ervaring te maken. Dus het is echt voor artiesten of voor festivals om echt vanaf moment 1 een verhaal te verzinnen. En dat helemaal in alles wat je visueel kan zien en ervaren uit te werken. Maar dat gaat dan dus over licht, geluid, ja. Video. Het is echt alles. Alles wat jij zelf kan ervaren. Dus stel je gaat op stap of je gaat naar een festival toe. Dus alles wat jij ziet, daar denken wij over na en daar maken wij een ontwerp voor. Vanaf het eerste moment, de eerste visuele aanzet of het eerste verhaal wat erachter zit. Tot uiteindelijk wat op social media komt, wat je uiteindelijk daar op locatie ziet. Ja, daar zijn we eigenlijk overal bij betrokken. Ja, voor wie doe je dat? Nou ja, wij doen het zelf voor de mensen. Ik vind het heel belangrijk dat we iets voor de grote massa mensen doen. Om ze juist even weg te trekken uit de dagelijkse sleur. Dat ze zich echt even in een andere plek kunnen bevinden. En even kunnen vergeten waar ze vandaan komen. Of wat voor shit ze hebben. Of wat voor problemen ze hebben. Dat ze even gewoon eruit kunnen zijn. En waar zien we jullie werk? Overal, over heel de wereld eigenlijk. We zijn ooit begonnen in Nederland, maar langzaam steeds verder gegroeid. En nu is het van Amerika tot Azië, tot Zuid-Amerika. Echt overal. En heb je voorbeelden van hele toffe projecten die je hebt gedaan? Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld afgelopen weekend hebben we EDC in Orlando gedaan in Amerika. We hebben tegelijkertijd een club geopend in Shanghai. Een paar weken geleden waren we in Rio voor een festival. Tegelijkertijd waren we aan toeren met Armin van Buuren en met Afrojack. Dus, en dat allemaal in één weekend ongeveer. Wow, echt? Ja. Super vet. En als je dan hier kijkt, zeg maar, wat gebeurt hier precies? We zijn nu eigenlijk hier een eerste aanzet aan het maken voor een ontwerp voor een artiest. Dus eigenlijk een soort van reizend pakket wat een artiest mee kan nemen naar de verschillende festivals waar hij naartoe gaat of verschillende clubs waar hij heen gaat, zodat hij zijn merk overal terug kan laten komen. Sanjo, are you guys ready to jump with me to celebrate the new year? Make some noise! I said, are you ready to jump? One, go. Hoe voel jij je als je in een show staat waar je zelf aan hebt meegewerkt? Het probleem is dat je het eigenlijk gewoon niet meemaakt. Dat nee? Is eigenlijk, nee, dat is het grootste nadeel denk ik in het vak. Is dat als jij op een festival bent of een clubshow doet, is dat jij voelt het pas als het feest voorbij is. Dan pas komt het moment daaraan, zeg maar. Eigenlijk als het moment de deuren open gaan, zit je nog in de stress, ben je de laatste ding aan het doorlopen, alles moet goed gaan. Je bent continu om je heen aan het kijken, maar dan is er een grote eindshow met vuurwerk en alles erop en eraan. En dan, pas daarna heb je het mee. Ik moet het eigenlijk zelf altijd hebben van de filmpjes die andere mensen maken. Maar kan je nog wel genieten van een goede show? Jawel, het is altijd genieten. Je hebt heel veel computers hier. Ja. Wat is wat? Nou, we hebben een vrij grote videoafdeling, dus die maken 2D, 3D animaties, compositing voor visuals, voor trailers, voor videoclips. Dus dat is hier het grote deel. Dan hebben we het middensegment, is eigenlijk de set design, stage design afdeling. Dus die maken echt ontwerpen voor clubs, voor festivals, voor artiesten, voor reizende ontwerpen. Achterin hebben we eigenlijk het hele projectmanagement team. Dus die eigenlijk het klantcontact doen, die de communicatie doen met het team hier, planning, offertes, dat soort dingen. En achterin het office team, wat eigenlijk zorgt dat iedereen hier gewoon heel relaxed werk kan doen en dat we de dag goed doorkomen. Heb jij nou het vetste werk ter wereld? Ja, zeker. Ja? Ik denk als ik kijk naar een paar jaar terug, hadden wij binnen het bedrijf een beetje de cultuur dat iedereen zei hashtag droombaan. Mm-hmm. Bij alles wat je op Facebook of Instagram postte. Ja, ik denk het wel. Dus wij ontmoeten zoveel mensen, we komen op zoveel plekken. Je krijgt kansen om voor zo'n grote groep mensen iets moois te doen. Ja. Ja, ik zou niet iets anders willen doen, zeg maar. Nee, zeker niet. Nee. En als je nou zegt, joh, ik zou hier heel graag op de ontwerpafdeling, video of licht of iets, ik zou dat graag willen doen. Ja. Hoe kom je daar? Het kan eigenlijk op allerlei manieren. Het is sowieso belangrijk dat je het echt wil. Dat je weet wat je wil doen en waarom je het wil doen en waar je naartoe wil werken. En het maakt niet heel veel uit als je kijkt naar de verschillende opleidingsniveaus. Het is mbo, hbo, wo.
iedereen komt hier op verschillende manieren terecht. Ja. Zolang je maar weet wat je wil en daar gewoon creatief voor wil gaan, dan kan je ons altijd bij ons aankloppen. Ja, en helpt het nou als je zegt, ik ben al heel vaak in een club geweest, of maakt dat eigenlijk ook niet uit? Nou, ik denk misschien wel. Ik denk als jij zeg maar de uren op de dansvloer hebt meegemaakt, dat helpt sowieso. En als je nou één project zou moeten noemen waarvan je denkt, daar ben ik echt specifiek super blij mee of super trots op, kan je er één uitpikken? Nou ja, ik denk dat we als bedrijf zijn we heel erg trots op Arm & Only. Arm & Only Arena, 2 jaar geleden. En wat zeg maar een moeilijke ruimte is om te ontwerpen, maar we hadden ook namelijk een potentiële voetbalwedstrijd die daar zou zijn. Ja, die staan natuurlijk niet in die lampen van Armin van Buren. Nee, je kan niet voetballen met een podium erin. Nee. Dus dat had heel veel invloed op de show, waardoor het misschien niet eens door kon gaan. Uiteindelijk is het helemaal goed gekomen. En het traject daar vooraf al met het hele team, er zijn zoveel mensen bij betrokken. Het was ook zo'n, het was echt een viering van zijn carrière, maar ook voor ons, omdat we al zo lang met hem betrokken zijn. Was dat echt een soort hoogtepunt van de afgelopen jaren. Ja, ja. Heel vet. Ja. Jullie staan ook hier nu op Glow Eindhoven met een hele mooie show. Daar gaan we nu eventjes naartoe. Anouk, die is er al. Anouk? Grietje. Ja, ik sta hier in het Philipsstadion in Eindhoven. En de show gaat bijna beginnen. En Marijn, die is hier en die weet er alles van. Dus ik ga het even aan hem vragen. Hey Marijn. Hey. Ja, jij regelt alles hier. Ja. De show gaat dus bijna beginnen. Zeker. Wat doe jij zoal? Nou, ik ben verantwoordelijk voor de productie van het geheel in het stadion. En ik zorg ervoor dat alles vloeiend verloopt eigenlijk voor het publiek. Ja, je bent hier maanden mee bezig. Ben je dan ook niet gespannen als dan het moment de show gaat beginnen? Ja, de eerste paar keer zeker wel. Want het is altijd nog wel tweaken en kijken of alles goed werkt en zorgen dat alles goed loopt. Maar na verloop van tijd wordt het routine bijna. Ja. En dan ben je wel, is nog wel, je ziet eigenlijk nog altijd wel nieuwe dingen in de show. Want er zit zoveel in dat je altijd wel nieuwe details ziet, maar ja, voornamelijk is het gewoon leuk om te zien. Vooral de reactie van het publiek is vaak ook heel leuk om te zien hoe de reacties zijn. Ja, want daar doe je het uiteindelijk voor, zeker, toch? En na afloop loopt iedereen hier langs naar buiten en dan hoor je nog wel eens complimentjes zo van leuk of nou, whatever, wat mensen ervan vinden. Ja, hey, en kan er ook nog iets echt goed fout gaan? Of is dat toch gebeurd? Natuurlijk. Het is technologie, dus er kan altijd iets fout gaan. Maar we hebben natuurlijk goede systemen en we zorgen dat het risico zo beperkt mogelijk blijft natuurlijk. Ja. En het is tot nu toe nog niet fout gegaan, dus okay. Laten we hopen dat het zo blijft. Ja, absoluut, absoluut. Ja, ik ben hier nu natuurlijk niet alleen om te kijken. Ik zou eigenlijk een handje willen meehelpen. Kan dat? Nou, dan mag jij even start drukken vandaag. Weet je dat zeker? Tuurlijk. En dat gaat niet fout? Mag je tegen de lichtman zeggen dat hij het licht uit moet doen? Lichtman, je mag het licht uit doen. Oké. Okay. Ja, mag die? Ja. Hij loopt. Oh, hij loopt. Oké, nu ga ik wel echt even kijken wat er gaat gebeuren. Wauw, wat was dit een toffe show zeg. Heb je nou ook een vette plek waar wij zeker een kijkje moeten nemen? Laat het ons dan even weten. Tot de volgende keer. Doei!